Ja, een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij People United, aflevering 40 met Albert van Duin bij ons live in de chat op Telegram. Ik zal even een korte voorgeschiedenis vertellen. We waren druk bezig in Zoom en het lukte me niet en het lukte niet. Nou, met man en macht heb ik er alles aan gedaan om Albert van Duin op Telegram, waar die ook op zit. In de uitzending krijgen. Dat is nu uiteindelijk gelukt. Hij is niet in beeld, maar wel qua stem. Dat maakt helemaal niet uit. Dus we gaan er een zeer zeker leuke uitzending van maken. Ja, aflevering 40 natuurlijk. Afgelopen weken hebben wij de uitzendingen gemaakt van People United met de zomereditie. Vanaf de Federal Reserve tot nu. En nog verschillende andere onderwerpen zijn daarbij gekomen. En vandaag starten we officieel met de nieuwe uitzending van seizoen 2, aflevering 40. Vandaag in onze uitzending Albert van Duin, schrijver van het boek De Rode. En hij is ook fervent geschiedenis, fan om het zo maar even te zeggen. En hij heeft een hoop te vertellen aan ons, aan de kijkers. En omdat we op Telegram dit keer zitten en dit later ook straks op People.com is het ook leuk om dit ook mee te delen, dat je een keertje abonneert op People United op Telegram, zodat we dit een keertje vaker kunnen doen. Ja, Albert van Duin, goedenavond, welkom in de uitzending. Het heeft een hoop bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn er eindelijk. Van harte welkom, Albert. Hallo, Danny. Leuk dat Goedenavond. je me uitgenodigd hebt. Ja, leuk hè? Dat Ja. vond ik ook. Wat ik al zei, het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Maar we gaan er vandaag een leuke uitzending van maken. We gaan niet alleen maar praten over het boek De Rode, maar ook gewoon over wie je bent. En ik stel altijd aan mijn gasten de eerste vraag altijd: wie is? Nou, die ga ik vandaag ook aan jou stellen. Dus Albert van Duin, wie is Albert van Duin? Wie ben jij? Qua karakter ben ik nogal recht door zee. Ik haal dat recht op mijn doel af. Wat dat betreft ben ik een echte ram, denk ik. Dat betekent dat ik heel snel kan binnendringen in een probleem of in een bericht of dat soort zaken. Dat houdt wel weer in dat ik ook weer snel dingen vergeet. Dus ik ben ook. Ik ga wel recht door zee, maar ik kan ook heel snel binnendringen. Maar ik vergeet ook weer dingen heel erg snel. Ja, wat dat betreft ben ik een voorloper, denk ik. En ik neem graag het initiatief. Dat is één aspect. Ja, voor de rest. Ik ben ook een hele creatieve jongen, vind ik zelf. Ik heb altijd mijn carrière heb ik als creatief therapeut gewerkt. Ik wilde graag. Maar nu mijn grootste bezigheid of hobby eigenlijk is het schrijven van boeken. En daar is de rode van Joost Knevel ook uit voortgekomen. Dus Wel wat dat betreft. bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Inderdaad. En daar willen mensen Ja, ook wat wat meer kan. over weten, natuurlijk. Wat ik vooral belangrijk vind, weet je, hoe is bij u dat ontstaan om boeken te schrijven? Wanneer bent u begonnen? Ja. Nou ja, als puber schreef ik al gedichten en zo. Dat was. Ik weet ook niet waar het vandaan komt trouwens hoor, maar ik schreef toen ook al. Later ben ik met proza verder gegaan eigenlijk. En ja, dat heeft zich zo ontwikkeld tot het schrijven van complete boeken feitelijk. Die ik overigens nooit heb laten uitgeven hoor. Dus wat ik dan deed, is ik schreef dus een boek en ja, daar liet ik dan één of twee of drie exemplaren van drukken. En
Nou ja, die staan allemaal in mijn kast. Ik heb er verder niks mee gedaan. Ik heb ze niet gepubliceerd. Althans niet voor een groot publiek. En ja, dat vind ik ontzettend, ontzettend leuk om te doen. Feitelijk. Ja. Is het misschien een idee om die boeken toch nog een keertje uit te brengen? Ja, dat is best een idee, maar er moet natuurlijk ook een publiek voor zijn. En ja, daar ben ik niet zo van overtuigd nog. Oké, en waarom Nee. niet? Ik bedoel, er zijn altijd mensen die geïnteresseerd zijn in boeken. En je hebt natuurlijk heel veel soorten lezers. Ja. Het maakt ook helemaal niet uit in wat voor genre je zit. Er zijn altijd wel mensen die geïnteresseerd zijn in het lezen van een boek. Als ze maar erbij kunnen zitten en zo. Kunt u een voorbeeld noemen van een boek die je nog niet hebt uitgebracht, die wellicht interessant zou kunnen zijn? Of misschien een kort verhaal over het onderwerp van het boek. Of is dat misschien te heftig? Ja, nee, dat is niet te heftig. Je kunt niks. Je kunt niks. Ik heb hier een manuscript. Dat is al uit 1984. En dat heb ik genoemd. Ik ben het aan het herschrijven trouwens. Ik heb het genoemd autobiografie met incest. Autobiografie Ja. met incest. Dus het is Ja. toch best wel een. Ja, het is een autobiografisch boek wat ik in de tijd al geschreven heb, in 1984. Maar dat had ik niet in mijn pc staan, dus ik ben het helemaal aan het overtikken. En nou ja, dan ga ik zien wat ik ermee doe, of ik het laat drukken of niet. Dat weet ik nog niet. Okay. En Ja. gaat het om een persoonlijk verhaal of gaat het om een algemeen verhaal of Een heel uit persoonlijk waar gebeurde verhalen of verhaal. hoe moet ik dat zien? Ja. Ja, kijk, ik heb uit het gezin waar ik vandaan kom, heb ik ook incest meegemaakt. Niet van mezelf, gelukkig, maar van mijn oudere zus. Ja, dat heb ik toen op papier gezet. Dat is dus dit boek wat ik nu in mijn hand heb. Oké. En dat gaat dus over, ja, dat gaat dus eigenlijk, het is autobiografisch. Het begint met een heleboel, een aantal zaken die ik persoonlijk meegemaakt heb. En nu is het zo langzamerhand overgegaan in het verhaal van mijn zus, feitelijk. Dus ja, het is wel een heftig verhaal. En ja, ik hoop dat het me lukt om dat af te krijgen. Ja. En nou ja, dan moet ik dus kijken wat ik ermee doe. Want het is best wel lastig hoor. Ook een lastig onderwerp natuurlijk om over te praten. Ja, absoluut. Maar goed, het is gebeurd. En ja, mijn vader heeft dus behoorlijk lang, heel erg lang, mijn zus misbruikt. En eerst was ik me daar helemaal niet van bewust. Later is Nee. dat gekomen. En nou ja, toen kwam ik weer in een hele persoonlijke crisis. En enfin, daar ben ik weer uit. En dat heb ik allemaal verwerkt. Dus ja, ik moet nog kijken wat ik ermee doe, feitelijk. Ja. Maar het is Is dus het heel. zo. Ja, het is Ja, dus gaat zo. u verder? Wat wil ik nou zeggen? Ja, de incestpleger, dat is dus mijn vader in dit geval. Ik weet niet of je dat weet, maar die neemt dus altijd de eerstgeborene om te misbruiken. Ja. Ik ben als nummer twee geboren in het gezin waar ik vandaan kwam. Dus ik heb daar verder geen last van gehad. Behalve natuurlijk toen het aan het licht kwam. En een spalletje gaan rollen. En ging het mij ook aan. Hè? Ik bedoel, het ging mij niet in de koude kleren zitten, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, dat kan me voorstellen, want je ziet iedere keer die beelden terugkomen. En Ja. dat is dramatisch. En Ja. als u bent ook zelf vader.
Ik ben vader, ja. Ik heb twee dochters. Twee dochters die al het huis uit zijn. En zelf ook kinderen hebben. Dus ik ben nog opa. Mooi. Zeven keer opa. Mooi, toch? ja, het is hartstikke leuk. Het is mooi. En wat ik zo mooi is, kijk, het is heel traumatisch. He, als je als kind iets heel traumatisch meegemaakt hebt, he, dan hoop je later dat anders te kunnen gaan doen, zoals de ouder. He. Ik kan me best voorstellen dat als uw lieve kleine kroos ziet lopen, he, wat opa roept, dat het aan de ene kant een verlichting is, hè, maar aan de andere kant ziet u misschien, heeft u ook wel eens beelden teruggehaald van hoe het was. Hoe is het met uw gezinssituatie toen gegaan met uw kinderen? Ik bedoel, hoe heeft u dat met hun, heeft u het later met hun kunnen bespreken? Niet zo met zoveel woorden, nee. Ze weten er wel van hoor, trouwens. Maar Oké. ik ben me dat heel erg bewust. En ik ben ook, daardoor ben ik me heel erg bewust van ja, de omgang, zeg maar, met mijn kinderen en met mijn kinderen überhaupt. Dus dat, ja, dat moet ik altijd. Ja, weet je wat het is, Danny? Je wordt er ook op aangezien, hè? Want er zijn best wel mensen die ook aan mij gevraagd hebben van, en hoe was het bij jou met jouw kids en zo? En, weet je wel? Dus ze verwachten min of meer, ja, nou, laat ik het zo zeggen, min of meer dat ik dan hetzelfde zou doen, terwijl het helemaal niet waar is. Want mijn dochters komen graag bij me en Gelukkig, hè? ik heb een goede verstandhouding met ze. Nee, daar heb ik me Ja. nooit aan vergrepen, gelukkig. Nee. En dat wil ik natuurlijk ook, ja, dat zou nou niet meer aan de orde zijn, maar ik heb wel kleinkinderen en daar ga ik heel bewust mee om. Daar ga ik heel zuinig mee om, zeg maar. Hè? Ja, terwijl u het vertelt, en ook de mensen in de chat, ik denk dat daar deel of allemaal het wel voelen. Ah Die ja. bedruktheid. Ik voel de emotie in het gesprek die u vertelt. Maar weet je, Je, het is verwoestend, Danny. Het is ja. verwoestend voor een gezin. En ook verwoestend voor het gezin waar ik uitkom. Want iedereen is. Het is volledig uit elkaar gevallen, laat ik het zo zeggen. Kijk, mijn ouders die leven niet meer. Maar ik heb nog een jongere broer, daar heb ik helemaal geen contact mee. En met mijn zus, die dus is overkomen, ja, daar bel ik 1 keer per jaar mee of zo. Maar die heeft ook aan mij gevraagd van, neem maar niet te veel contact met mij op, want dat brengt weer allerlei oude dingen naar boven en daar voelt ze helemaal niks voor, snap je? Dus zo'n gezin is helemaal uit elkaar gedonderd. Ja, dat is natuurlijk heel spijtig en heel vervelend. Maar ja, het is wel het gevolg van de incest. Ik voel hem echt. Ik kan er niks aan doen. Ik ben een gevoelsmens. Dit doet mij ook pijn. Ook al heb ik het dan niet bijgestaan, of ook al heb ik het niet zeg maar gezien. Ik voelde gewoon de emotie. Ik voel gewoon hoe dat voelt. En ik voel ook de verscheuring van het gezin. Ik voel ook heel erg dat je altijd als vader zijnde van twee prachtige dochters waar je trots op bent, die je met liefde en overgave hebt opgevoed, dat je altijd het gevoel hebt gehad, wellicht, dat je achterom moet kijken. Van zullen ze geen oordeel over me hebben? Zullen ze dit niet? Zullen ze dat niet? Nou ja, de hele affaire die heeft natuurlijk ook die heeft ervoor gezorgd dat ik Joost Knevel dus ook benaderd heb in de tijd. Ik was bezig met de kwestie Demmink, jou natuurlijk wel bekend. Ja, is heel En triest. Demmink is ook wel heel triest, ja. Ik heb dus
Het is mij gelukt om een antiquarisch boek van Demmink, of over Demmink, te kunnen kopen. Dus de Demmink doofpot is dat, hè, van Micha Kat. Nou ja, daar was ik mee bezig. Daar was ik in het lezen en ik volgde wat dingen op YouTube en op, nou ja, allerlei kanalen. Totdat ik bij Micha Kat terechtkwam, feitelijk, op zijn website. En die was toen net begonnen met, dat was het begin van de coronacrisis. Die was toen net begonnen met dat onderzoek naar ja, wat Joost zoal had meegemaakt. Ja. En hij liet dus, ja, dat was al grappig, hij liet dus eigenlijk per ongeluk expres, liet hij het e-mailadres van Joost Knevel in beeld zien. En ik als oplettende kijker en luisteraar, ik zag dat natuurlijk, dus ik heb het snel opgeschreven. Ja. Toen heb ik Joost gemaild. En later hebben we met elkaar gebeld. Hoor. Maar ik heb hem dus gevraagd of hij het goed vond. Of ik ja, zijn verhaal feitelijk op ging schrijven. En daar is dus het boek De Rode uit voortgekomen. Zo is dat gegaan toen de tijd. De jaren 3,5 geleden ongeveer. Ja. Dus zo lang ben ik er al mee bezig. En ja, ik heb dat natuurlijk al een keer herzien. En, nou ja, toen op een gegeven moment wilde ik het dus ook laten drukken. Daar heb ik dus naar een... zijn er zat hoor, drukkerijen in Nederland die dat doen. Die kunnen 1 exemplaar drukken of 1000. Dat maakt ze allemaal niks uit. Nou, toen heb ik dus een aanvraag ingediend om het boek te laten drukken. Misschien ga ik te hard hoor, dan moet je maar even... Nee, ik luister gewoon heel erg aandachtig. En ook de mensen in onze chat. Dus ja. Gaat u vertel gewoon wat u wilt vertellen. Ja, nou, toen heb ik het dus een stuk of 2, 3 laten drukken. Ik heb er hier nog eentje liggen. En toen kwam ja, de overheid, de roverheid, zoals het tegenwoordig mooi heet, die kwam daar dus achter dat het over ja, allerlei mensen ging die kennelijk beschermd moesten worden. En toen is dat boek dus van mij, het mocht ten eerste niet gedrukt worden meer, en ten tweede, ja... wat wil ik nou zeggen? Ja, het werd dus in de ban gedaan, feitelijk. Hè? Dus het werd... ja, een doofpot gestopt. Hè? Ja, een doofpot gestopt, inderdaad. Dus er werd niet meer... Het was verboden, het boek is verboden. Nog steeds trouwens, hè? Nog steeds. En dat heeft... in de tijd heeft daar... onze oud-minister van... justitie. Aan de veiligheid. Ja, veiligheid, justitie. Zijn naam begint met een G. Ik hoop dat het een grap is. Maar die heeft het dus verboden. Dat boek. Ja. Dus het, ja, het ja. Is eigenlijk heel raar gegaan wat dat betreft. Ja. Maar goed, inmiddels zijn er... is er een luisterboek van... En mensen kunnen dus ook een PDF-boek, gewoon de inhoud van het boek op PDF, bestellen. Beide kosten een tientje. Dus ja, als je een luisterboek wil of een PDF, een PDF-je ervan, dan vragen we altijd of er in ieder geval 10 euro kan worden overgemaakt op de rekening van Joost. Die dus kennelijk heel veel schulden heeft. En zo proberen we hem te helpen, feitelijk. Daar gaat het feitelijk om. Ja. Ja, het is bij velen toch al het verhaal bekend. Inderdaad, in 2020 is hij
met zijn verhaal naar buiten gekomen. Het is zelfs tot in Amerika terechtgekomen bij Ja. een Gene Decode. En daar is toen een reportage over gemaakt. Ja. En Joost heeft toen ook in het Engels zijn verhaal gedaan. Wel uit beeld, zeg maar. Niet te zien, maar wel Ja. zijn verhaal. Ik heb dat ook gezien. Het ergste daarvan is het wordt dan zo verschrikkelijk gecensureerd. Ja. Hè, dat mag je niet zien, want stel je voor. En Ja. helaas, er zijn te veel verhalen hiervan naar buiten gekomen de afgelopen jaren. Te veel mensen in Nederland weten dit. Misschien niet een al te grote groep, maar er zijn zeker heel veel mensen die hiervan op de hoogte zijn Ja. van dit gebeuren en die ook weten wie hij is. Ook al Ja. is Joost dan in de krant gekomen, hè, over het verhaal van Bodegraven. Daar ga ik Ja. even inhoudelijk niet op in. Het heeft wel de landelijke bladeren bereikt. En ook daar is een deel van de lezers waarschijnlijk ook gaan zoeken naar hoe of wat. Niet allemaal, maar wel een deel. Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook verspreid uiteindelijk. Ja. Kijk, we willen allemaal, iedereen wil een fatsoenlijke en gewone samenleving. Waarbij onze kinderen op een veilige manier kunnen opgroeien. Ja. Maar gezien de geschiedenis in ons land, de afgelopen decennia's, zijn wij ook als kinderen niet eens veilig opgegroeid. Ja, bij onze ouders thuis. Maar daarbuiten had er nog van alles kunnen gebeuren. En ik Ja. hou het verder een beetje in het midden. Maar het is wel heel erg triest, het verhaal van Joost. Ja, hij is En natuurlijk van slachtoffer is hij dader geworden, hè? Ik klopt. weet niet hoe die rechtbank dat allemaal gedaan heeft. Die jaar maat en lasten, ik weet het allemaal niet. Uiteindelijk kreeg hij de gevangenisstraf en alle daders die lopen nog vrij rond. Dat is natuurlijk het wrange, hè, van de hele situatie. Ja, Dat is. en er is ook een mooi spreekwoord van vroeger: de dader ligt op het kerkhof. Dat is een mooie uitspraak. Ja, weet je, mochten de mensen hier kijken naar deze aflevering en niet weten wie die Joost is, of wil je daar meer over weten, ga zelf zoeken. Ik ga het je niet voorkouwen, moet je zelf doen. Natuurlijk. Hij heeft heel veel mensen dit meegekregen. Ook op de alternatieve media. Ik denk dat er tienduizenden keren wel over internet is gegaan. Ik denk als je wereldwijd bekijkt dat dit verhaal echt wel bekend is bij de mensen die hier wat van af weten, in de goede zin van het woord. Dit is een heftig verhaal. En iedereen die Joost, zeg maar, kent, het is aanhalingstekens, hebben hier allemaal dingen van meegekregen. Maar ja, als we dus het verhaal nog een keer in zijn geheel willen doornemen of lezen, dan kan dat dus door middel van het aanvragen of het kopen van die PDF of dat luisterboek. Ja. Die link Ja. zal ik ook onder de comment zetten voor de Ja. mensen die geïnteresseerd zijn. Ik heb trouwens Ik ga niet. een primeur ook. Maar Oh. zullen we die tot het eind bewaren? Dat is een hele goeie. Kijk, wat dat betreft, het hele verhaal inhoudelijk op Joost ga ik niet in. Nee. Bewust niet. Ik vind dat mensen zelf wijs genoeg zijn om daar zelf wat over te vinden. Ja. En Nee. Ja. dat is ook
Ik wil ook niet de boel zo wakker maken. In die zin, ik wil de mensen niet van de leg leggen. Want het is een heel schokkend verhaal. Ik ben toevallig wel een van de velen die het weet. Maar er zijn ook mensen die naar mijn kanaal kijken die het helemaal niet weten. Maar mochten mensen daarin geïnteresseerd zijn, zoek zijn naam op. En dat is het enige wat je kan doen. En wil je absoluut een bijdrage leveren aan Joost door middel van het PDF-bestand te downloaden en te lezen of te beluisteren? Ik zou zeggen, ik zal een link daaronder neerzetten. Die zal Albert mij sturen en dan kunnen jullie daar gebruik van maken. Ja, Het is geheel voor jezelf. precies. En dat is ook dat het weet je, dat is het zijn. Kijk, als iemand met een breed verhaal komt over dit gebeuren, maar omdat er dan prominente bij zijn, wordt het voor hun het gevoel dat we hun daarop aanvallen. Ik vind altijd dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. En als je ergens uiteindelijk iets gedaan hebt wat niet kan en spijt van hebt, dan moet je ook kunnen. Toe kunnen geven en eerlijk kunnen zijn naar de mens. Want er is Ja. heel veel schade berokkend op Joost en zijn gezin. En er Ja. is gewoon een soort heksenjacht op hem geweest om hem maar te pakken krijgen. Terwijl deze man een eerlijk verhaal heeft. En dat is zo jammer in dit land als Nederland, is dat het gewoon. Aan alle kanten wordt gedaan om het in de doofpot te stoppen. Alleen als er 40, 50, 60, 70.000 mensen in Nederland dit weten, wordt de vlek alleen maar groter. Dus dan valt het niet te stoppen. En ik vind ook dat mensen dat moeten beseffen, dat er helaas zulke dingen gebeuren in ons land. Of zijn gebeurd. Precies. En nog steeds Dus. gebeurt. Nog Ja, steeds gebeurt. nou ja, ja, kijk maar naar de toeslagenaffaire. Er zijn ruim 400 kinderen overleden. Het is misschien een trieste podcast, maar soms moeten wij ook gewoon de waarheid kunnen zeggen zonder dat we mensen aanvallen. Want dat ga ik niet doen. Ik ben daar bewust van, maar mensen moeten ook zien dat dit soort dingen gewoon inderdaad gebeuren en er wordt niks mee gedaan. De aanklacht En dat is niet vind ik. geaccepteerd. Het is helemaal niet onderzocht zelfs. Nee. Hij is gewoon gedemoniseerd feitelijk. En Ja. dat was hij eigenlijk al, maar de overheid heeft er nog een paar schepjes bovenop gedaan. Ja, heel vervelend, heel triest. Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja, Albert, dan heb je natuurlijk het boek natuurlijk waar je het over hebt. Nou ja, dat is natuurlijk een heel triest deel van het gebeuren. Maar aan de andere kant, er zit ook een leermoment in. Ik kan het boek niet laten zien. Dat is vervelend. Nee, dat geeft niet. Wat ik vooral wil weten is, voor jezelf heb je het uiteindelijk ook kunnen loslaten in jouw leven, zeg maar. Verhaal van Joost of Van jouzelf. van mezelf? Ja, ik heb een goede, diepe crisis doorgemaakt. Dat heeft mijn relatie gekost trouwens. En weer moest ik ook mijn huis verkopen. En ben zelfs arbeidsongeschikt geraakt daardoor. Nou, Ja. dus dan heb je alles bij elkaar, hè? Dus dat is, het was dik feest, maar niet heus. Maar op een gegeven moment, ja, dat heeft een aantal jaren geduurd trouwens, hoor. Want Ja. het heeft me veel gekost om daar bovenuit te geraken. Maar dat is nu gelukt. En dat is, ik heb een nieuwe relatie Hoppie. Hartstikke, dat is toch mooi. Gaan we, dat is weer positief.
Maar ik snap heel goed dat zoiets enorm veel impact heeft op alles en iedereen om je heen. Ja, Het is niet klopt. zo van ik haal een heel brood bij de supermarkt en ik heb het. Nee, daar gaat een heel lang proces overheen. En die gaat over heel veel heuvels en heel veel dalen. Maar uiteindelijk mag je de bergen beklimmen en kom je steeds meer en bovenop. En dat zo'n proces een aantal jaren duurt, dat snap ik. Ja, ik heb het een plekje kunnen geven, ergens. En ja, het is, zo heb ik het langzaamaan verwerkt. Ja. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk voor Joost ook. Ik bedoel, die heeft ook therapie, geloof ik zelfs. Ik ben even de naam kwijt. Maar in ieder geval, hij heeft het ook een plek kunnen geven in zijn Oh. leven. Maar Mooi. ben ik blij om. Ik gun hem alle geluk van de wereld. Ja. 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 En Hij hij doet. woont niet meer in Nederland, hè? Hij woont in Spanje. Ja. En zijn ex woont daar ook. En zijn kinderen, zijn twee, hij heeft twee kinderen. Oké. Die wonen daar ook, ja. Oké. En hebben jullie wel eens contact met elkaar? Ook gewoon even tussen. Gewoon Ja, van, joh, hoe gaat het met je? hij mag dus niet naar buiten treden, hè, via social media. Dus dat maakt het meteen ook alweer moeilijk. En dat geldt voor een jaar of drie, meen ik. Dus maar hij heeft wel gezegd van ja, maar dan komen we op de primeur trouwens. Maar hij zegt, ja, we hebben af en toe wel contact met elkaar. Maar dat zijn hele korte contactjes eigenlijk. Zo van, hey, ik zie het zitten. Of, hoi, hoe gaat het? Ja, met mij alles goed. Nou, dat is het wel, weet je wel. Dus het is nogal oppervlakkig. Maar we hebben wel. Ja, ik heb hem nooit ontmoet trouwens. Dat nog niet. Maar dat gaat misschien ook komen. Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar je had mijn primeur, zei je. Of wilde je dat tot het laatste bewaren? Ja. Want wat is er namelijk gebeurd? Ik heb. Via Amazon heb ik ook de rode geplaatst. Dus het grote Amerikaanse concern Amazon. Daar heb ik ook een. We zijn er nog mee bezig trouwens. Dus het moet allemaal nog mooier gemaakt en beter gemaakt. Maar daar heb ik dus ook het boek De Rode gepubliceerd of laten publiceren. En dat is, ja, dat is te koop via Amazon. Kijk. Dus dat. Nou afwachten hoe dat de wereld ingebracht wordt, want Nederland Ja. kan dit niet tegenhouden. Nee, dat bedoel ik, want daarom heb ik natuurlijk ook gekozen voor een Amerikaans bedrijf. Kijk, mensen kunnen dat daar gewoon individueel bestellen. En het wordt in de VS wordt het gedrukt. En dan wordt het hierheen verspreid. Oké. Moet je natuurlijk wel weer shippingskosten betalen. Maar goed, het is in ieder geval ook bij Amazon verkrijgbaar. Hoe vind je dat? Dat is alleen maar goed. Ja. Niet linksom, maar dan rechtsom. Ja, Ja, precies. uiteindelijk, weet je, al via India. Wijze van spreken, weet je wel. Ja. Ja, kijk, dat zo'n boek tussen aanhalingstekens verboden wordt, is gewoon puur omdat de waarheid van hun kant niet boven water mag komen. Ja, precies. Dus. Nou, dan moet je het anders doen, hè? Slimmer aanpakken. Ik hoop dat ik dat gedaan. Ik Ja. hoop het ook voor je. En dat is natuurlijk wel iets dat is afwachten en het is nu te koop via Amazon. Ja. Ja, Oké. ik heb ook nog
ISBN-nummer voor je, maar daar komen we misschien straks op. ISBN-nummer van het boek. Oké. Heel mooi. En dat is dan in Engels vertaald? Nee, nee. Engels geschreven. Gewoon in het Nederlands. In het Nederlands. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Er zaten nog beetje... Ja, zeg maar. Er zijn ook genoeg mensen die hier boeken over hebben geschreven. Hè? Dan wel misschien in een andere context. Maar die dan toch het verhaal weten te brengen. Zodat het toch binnenkomt. Ja. Nou, dat hoop ik ook gedaan te hebben. Het is nog... er zijn nog een aantal... Het heeft veel meer pagina's dan het eerste deel wat ik hier in mijn hand heb. Dit is 211 pagina's. Nou, het deel wat dus via Amazon verkrijgbaar is, het boek, dat heeft meer dan 400 pagina's. Daarin zitten dus ook de meer dan 80 bewijzen die Joost heeft aangevoerd, die overigens niet geaccepteerd zijn door de rechtbank. Okay. Wat er nog meer bij zit, zijn een aantal brieven van... Wouter Raadgever uit de gevangenis. Die heb ik er ook in gezet. Okay. Plus updates van Micha Kat. Die zat toen de tijd zat hij nog in Ierland in de gevangenis. En deed hij een dagelijkse update. Ook nog wel zijn hongerstaking trouwens. Dat is wel mooi dat het er ook bij staat. In staat. Dus er staat veel meer informatie in dan zeg maar in het eerste deel. En ik hoop natuurlijk dat het veel verkocht wordt, veel aftrek heeft. Ja. Inderdaad, dat hoop ik ook. Mochten mensen inderdaad geïnteresseerd in het boek, ik zal van Albert nog de link krijgen. Dat zal ik onder de comment zetten. Of op de website. Kan natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat ik dat op de website zet. Zodat mensen kunnen zoeken bij peopleunited2022.com. Om daar eens te gaan kijken naar het boek. In ieder geval de link ervan. En dat is, weet je, dat doen we via de website. Misschien ook wel andere informatie. Ook op de website. Zodat de mensen daar naartoe kunnen om meer informatie erover te vinden. Het is natuurlijk heel triest, het verhaal. Maar het is ook realistisch, Danny. Het is gewoon iets waaraan gewerkt moet worden. Het is gewoon de hoogste tijd dat het volledig geëxposed wordt. Zoals het zo mooi heet tegenwoordig. Ja, dat ben ik het ook mee eens. Het is... kinderen zijn hele mooie wezens. En worden puur en zuiver geboren. Maar worden de wereld volledig geschaduwd. En die worden zo gecreëerd. Terwijl kinderen een prachtige open mind hebben. En... ook creatief zijn en heel erg heel erg, hoe noem je dat zeggen? Liefdevolle wezentjes zijn. Ja. En door zulke misdaden, door wie dan ook, dat zijn het. Wordt zo'n kind verscheurd. En dat mogen de mensen niet vergeten, dat zulke dingen gewoon heel erg triest zijn en erg zijn als het gaat om zulke onderwerpen. En ja, het zijn best heftige onderwerpen. Er zijn vast wel veel meer verhalen hierover. Dus ja, als mensen dit horen en denken, ja, ik wil mijn verhaal kwijt, dan kan je bij People United ook... je aanmelden via het contactformulier en dan kan je ook daarover mij een mailtje sturen. Of wil je zelf je persoonlijke verhaal aan mij kwijt,
Dan wil ik dat ook zeer zeker delen op de socials, maar op één voorwaarde: ik zal nooit je naam noemen. Het gaat om discretie, het gaat om het verhaal. En begrip hebben voor het slachtoffer heb ik zeker, maar voor de dader heb ik absoluut geen enkel begrip. En ik weet dat er heel veel monsters zijn op deze wereld. En niet van een tekenfilm, maar in echt. En het is heel erg triest dat zulke mensen in de samenleving het leven van een kind heel erg kapot maken. Precies, heel goed En gezegd. dat is ook heel belangrijk. En ik vind het vooral ook belangrijk om dat te zeggen, omdat wij onze jeugd en onze kinderen en onze mensen elkaar nodig hebben in deze tijd. En het heeft Ja. heel veel slachtoffers gemaakt en op allerlei vlakken. En het wordt soms wel eens belicht en besproken. En je ziet wel eens verhalen nu naar buiten komen dat er mensen worden aangehouden en dat soort dingen. Ik vind zulke mensen horen geen taakstraf te hebben. Ene Thijs Reumen bijvoorbeeld, die wegkomt met een taakstraf of met een strafje. Ik Oh, vind die. altijd, als jij met je handen aan kinderen zit, is er maar één straf. En die straf, die mogen mensen zelf bedenken hoe ik daar aan denk. Ik ga dat niet uitspreken. In ieder geval, met je handen van kinderen afblijven. Dat je ze liefdevol benadert en dat je ze liefdegevend aandacht. En dat het soms ook bengels zijn, ja, oké, maar als mensen daar verkeerde bedoelingen mee hebben, vind ik dat daar maar één straf op staat. Ja, dat Eén vind ik heb ook. ik gezegd, die mogen voor mij hun kaarsje uitblazen. En dan zeg ik het heel netjes, want het is niet, het is heel erg. En het is gelukkig ook het hele verhaal van Joost is ook gelukkig in Amerika terechtgekomen Ja. bij een Gene Decode. En die heeft natuurlijk een groot bereik. Is het misschien leuk om een vertaling naar Gene Decode te sturen of contact met hem te zoeken hierover? En dat je het boek aan hem wil overhandigen in het Engels. Zou dat misschien een optie kunnen zijn? Nou, dat zou een optie zijn. Ik heb hem al benaderd, inderdaad. Maar ze willen dus niet, Jean wil niet zo'n boek als dit promoten. Of de verkoop aanzwengelen. Daar is hij niet voor. Hij heeft het al in genoemd en hij heeft ervoor gebeden. En dat is het eigenlijk. Maar een vertaling zou misschien wel wat zijn. Alleen, ik ben er nu al 3 jaar mee bezig. In allerlei vormen en diktes en andere inhoud enzovoort. Ik heb persoonlijk eigenlijk niet zoveel behoefte om een vertaling te maken. Want dan ben ik er gewoon toch veel te lang mee bezig. Iemand anders mag dat doen, met alle liefde en met alle plezier. Maar ik zelf voel daar eigenlijk niet zoveel voor om die vertaling ook te maken. Dus ja, ik heb geloof ik wel een Google Translate vertaling gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk behelpen qua Engels. Dus dat moet beter, hè? Inderdaad. Maar Albert, het is geen mooi onderwerp, maar ik wil dit onderwerp een beetje afsluiten. We gaan natuurlijk naar een volgende onderwerp, want je hebt natuurlijk ook een heleboel andere dingen waar je interesse in hebt. En we hebben natuurlijk uiteraard met elkaar aan de telefoon gesproken een tijd geleden. En het leuke is altijd, het gaat niet binnen 10 minuten. Dat gaat gewoon echt een half uur, 3 kwartier. Weet je wel, zitten met elkaar aan de telefoon. En het is gewoon hartstikke leuk. Ook Ja. de interesses tonen die ik dan daarin heb. Dan even natuurlijk een ander onderwerp waar je ook je interesse in hebt. En dat is in geschiedenis, hè?
Sowieso, ja, geschiedenis, absoluut. Ja, ik denk dat het bij mijn A-status hoort. Ik ben een echte boekenliefhebber. Ja. Vandaar dat ik ben niet technisch, dat hebben we al gemerkt met het binnenkomen in de chat. Absoluut niet. De haar wordt geschoten mij eruit. Ik denk, hoe krijg ik dit van elkaar? Ja, Maar ik had het als een dat beetje geeft niet. voorzien. Ik had het als een beetje voorzien hoor, want ik ben echt een rund als ik met PC stunt. Absoluut. Nee, maar ik ben dus inderdaad een echte lezer, zeg maar. Nou, ik schrijf tegenwoordig meer dan dat ik lees. Dat is wel grappig misschien. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis, ja, absoluut. Ja. Ja, Ook in de huidige want geschiedenis. ja, inderdaad. Ja, bent u die stiekem een beetje aan het herschrijven? Wat ben ik? Voor uzelf, stiekem aan het herschrijven? De geschiedenis aan het herschrijven? Nee, daar begin ik niet. Nee, wat bedoel je nou? Sorry, ik snap je niet. Ik ben wel dingen aan het. Zo af en toe kijk ik een bestand in en dan kom ik weer wat tegen, weet je wel. En dan moet ik het weer corrigeren. Ja, zo ben ik wel aan het schrijven, ja. Op meerdere fronten ben ik eigenlijk aan het schrijven. Hè? Oké. Ik ben Maar wat die. zijn nu, want we hadden een tijd geleden natuurlijk ook over de Engelse geschiedenis. En daar wist u ook wel het een en ander van, hè? Oh, dat is. Ja, je bedoelt. Henry the Conqueror, daar had ik het over, Ja. inderdaad. Niet Ja. Henry de Komkommer, hè, dames en Nee. heren. De Conqueror. De veroveraar. Ja. Ja. Nou ja, goed, Wat weet daar. u, wat weet u daarvan? Wat heeft u toe, daar onderzoek naar gedaan? Ja, heel lang zelfs. Oké. Ruim 20 jaar ben ik daar al mee bezig. Zo. Kunt u Maar ons meenemen in uw ontdekkingen? Want dat is wel leuk. ja, nou ja, kijk, Henry the Conqueror, daar ben ik eigenlijk opgekomen door die veel omstreden profeet uit de middeleeuwen, Michel de Notre-Dame, oftewel Ja. Nostradamus. Die heeft Ja. in zijn centuries en in zijn verzen, heeft hij een keer een naam laten vallen. Ja, dat Ja. is Chiren, C-H-R, nee, C-H-I-R-E-N. En dat is dus eigenlijk een anagram voor Henry. Kun je het je voorstellen? Dus als je de letters door elkaar heen gooit, dan kun je daar Henry van maken. Ja. Nou, dus ik had een Henry die ik onderzocht heb. En wat blijkt nu? Uit allerlei aanwijzingen ook weer die ik in het werk van de Nostradam tegenkwam, dat Ja. die Henry dus feitelijk William Mountbatten Windsor is. Ja, En oké. toen. Nou, ik hang niet letterlijk aan uw lippen, maar ik ga zitten. Vertel. Ja, nou kijk, die William, die is dus troonopvolger, hè, in Engeland Ja. op het moment. Zijn vader doet het niet echt goed, doet het slecht feitelijk. Dus een echte kabal-aanhanger wat dat betreft. Dus ik vermoed dat hij het niet lang redt, die Charles, koning Nee. Charles III. Ik denk dat William, zijn zoon, het eind van het jaar wel over zal gaan nemen. Eind van dit jaar al. Oké. Enfin, dat zou dus helemaal in mijn straatje te pas komen. Oké. Want wat blijkt nou? Die Henry the Conqueror, of die William Mountbatten, die zal Ja. dus de allereerste niet-autocratische wereldleider worden.
Kunnen we daarmee van uitgaan dat dan het Britse koningshuis gevallen is? Daarna eigenlijk al bij Queen Elizabeth, hè, is het Ja, al gevallen. klopt. En zijn zoon, of haar zoon, dus Charles, die heeft haar manier van regeren voortgezet. Hè? En daar is zoon William is het daar helemaal niet mee eens. En Heel hij zal. veel onrust inderdaad. Hè? Heel veel onrust inderdaad. Ja. Hij zal dat dus omgooien feitelijk. Hij zal daar een ander beleid naast zetten of boven zetten misschien wel. Ja. En dat is dus, dat is ook een boek geworden feitelijk, een heel dik boek. Van meer dan 800 pagina's. Dat heb ik in twee delen ook bij Amazon uit laten geven. En dat boek Wauw. heet, die boeken heten De Kronieken van Henry the Conqueror. En dan als ondertitel, als neventitel, Op zoek naar de identiteit van Henry. Dus het hele boek gaat feitelijk over het vinden van zijn identiteit. Nou ja, die heb ik dus al gevonden. Hij zal dus hoogstwaarschijnlijk. De eerste wereldleider worden. Plus, en dat mogen we niet vergeten, de eerste spirituele leider ook. Dus hij krijgt ook nog allerlei andere gaven en giften om ook het spirituele aspect in Aquarius, hè, want we zitten nu in Aquarius, in Waterman, Ja. om die bij het publiek, zeg maar, naar boven te halen, te promoten. Dus hij wordt wereldleider en spiritueel leider. In mijn ogen, in mijn visie. Ja. Ja. Ja, dat mag natuurlijk. Maar uiteraard, Elisabeth heeft natuurlijk heel lang geregeerd. Niet op de meest leuke manier. He, en de Engelsen waren toch dol, ze waren zijn toch koningsliefhebbers, puur zang. He. Daar is Engeland toch wel een beetje de status Ja. van. Ik zou in de toekomst wel eens een keertje naar Engeland willen gaan en naar Londen willen gaan, maar ook Schotland en zo. En daar is ook ontzettend veel geschiedenis. En wat dat betreft is Engeland wel een land met een rijke historie. He, bijvoorbeeld met King Arthur. En daar is natuurlijk ook een soort serie over gemaakt. The Last Kingdom op Netflix. He, en natuurlijk zal dat allemaal gedramatiseerd deel zijn. Maar er zit ook heel veel kern van waarheid in. Want Engeland stond in die tijd op omvallen. En op een of andere manier heeft het tij kunnen keren. Anders had Engeland geen koninkrijk geweest. Ja, de mensen kennen natuurlijk die film, The Last Kingdom, of die serie op Netflix. Mocht je nog niet hebben gekeken, beste Albert, heb je Netflix? Ga nog eens een keertje kijken. Je ziet wel veel hoofdrollen, dus er wordt veel gebold. Er wordt veel gebold, dat wel. Ja, maar het hele verhaal eromheen is heel mooi in elkaar gezet. Ik heb ook verschillende boeken van Arthur en zo. Ja, het heeft zeker mijn interesse. Ja, want dat is het ook. Geschiedenis is ook belangrijk. Ja, als wij de geschiedenis begrijpen, kunnen wij ook dingen makkelijker naast elkaar neerleggen, weet je wel? Waarom dat zo is. En afgelopen jaren is natuurlijk, zijn er verschillende, zeker na de dood van Queen Elizabeth, zijn de verschillende landen het gemene best. Ja, maar wacht even, wij willen geen onderdeel meer zijn van die koninkrijk. He, Jamaica die heeft zich gezegd, we willen niks meer te maken hebben. Verschillende andere landen, zoals Australië niet. En er zijn toch heel veel landen uit het gemene best die toch, ondanks dan zogenaamd de nauwe band, niks met Charles te maken willen hebben. En ook helemaal niks meer te maken willen hebben met het hele koningshuis. En die gewoon soeverein land willen zijn. Ja, klopt, ja. Nee, Omdat ze natuurlijk altijd klopt. allemaal koloniën zijn.
valt ook langzaam uit elkaar. Hè. Dus wat dat betreft, is het nu een goede tijd om onafhankelijk te worden voor die gebieden, denk ik. Ja, ja, men is er wel aan toe. Zeker. Ja, en de slavernij natuurlijk. Ik bedoel, heel veel landen werden door vanuit Engeland stiekem geregeerd. En daar had natuurlijk Engeland ook zijn belangen bij. En natuurlijk ook het verhaal van The Crown. Hè, is ook een Netflix-serie. Het gaat over de jonge jaren van Elizabeth. Ja, En de, dat is dan natuurlijk niet helemaal. Het is natuurlijk al een beetje mooi gemaakt, natuurlijk, hè, om de kijker een beetje een ander idee te geven. Maar als je er een beetje doorheen prikt, hè, dan zie je ook dat Queen Elizabeth natuurlijk ook een heel erg alleen bestaan had, zeg maar. absoluut. Haar man die allerlei dingen uitvrat. Wat allemaal stiekem onder het tapijt werd geveegd. Allemaal het intriges en dat soort dingen. En natuurlijk over Diana. Ik moet nog de laatste serie afkijken eigenlijk nog. Daar zijn natuurlijk de winterbanen ideaal voor. Maar het geeft wel aan wat er allemaal in zit. En het is ook leuk om terug in de geschiedenis te gaan van Schotland. Daar hebben we natuurlijk ook over, hoe heet het nou? Outlander, dat gaat dan ook misschien over Schotland. Ja. Ja, weet je, het is zo mooi. Je zet dus ook goede series of films op verschillende platforms waar je echt wel wat aan kan hebben. En als je daar echt doorheen kan prikken, dan begrijp je ook een beetje de geschiedenis. Dan is het smullen. Ja, ik heb overigens ook nog een kanaal op Telegram. Dat kanaal heet ook Henry the Conqueror. En daarin laat ik dus ook allerlei berichten over Ierland, over Schotland, over Wales. Wow. Ja, die link die krijg je ook nog wel, denk ik. Ja, hartstikke leuk. Dan kan ik eens een keertje een uitzending apart maken als ik een keertje niemand in de uitzending heb. Dan ga ik gewoon op jouw Telegram-groep dingen oppakken. En zitten er ook links bij? Zeker, zeker, ja. Super interessant. Gaan we zeker oppakken. Hartstikke leuk. En dan zal ik jouw naam erbij vermelden. Want dat verdien je absoluut, Albert. Je doet het voor het grote goed. En we kunnen misschien vervelende dingen hebben. Maar dit zijn weer dingen die ook zeer interessant zijn. Ja. En ga ik zeker wat mee doen. Absoluut. En People United zal op Telegram dit absoluut promoten. Als een leuk kanaal over geschiedenis. Ja, klopt. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Ja, toch? Dat is toch hartstikke leuk. En daar doen we het uiteindelijk voor. En we doen het voor elkaar en met elkaar. En samen doen we het. En want dit is het ook. Er is ontzettend veel te vertellen over de geschiedenis van Engeland. En natuurlijk over heel veel andere landen. Maar Engeland is natuurlijk een van de hotspots in de wereld. Geschiedenissen met Amerika en andere landen. Dus wat dat betreft, het is toch aardig wat, hoor. Ja, het is toch aardig wat. Ik zie dat Yvonne Groot, die heeft dus meegeluisterd en die is nu lid geworden van mijn kanaal. Hoe vind je dat? Super, Yvonne. Hartstikke leuk. Leuk, Yvonne, dankjewel. En welkom bij Henry the Conqueror. Ja. Dames en heren, niet Henry de Komkommer of de tomaten. Hè? Dus ik zeg het eventjes. Het is Henry de Conqueror. Ja, even kijken, dan moet je... dat komt dan weer van William de Conqueror. Ja. Dat is een voorvader van William Mountbatten. Dus die naam is eigenlijk een combinatie van twee. De Conqueror, dus hij gaat zich noemen Henry de Conqueror. En dat Conqueror komt dus van William de Conqueror, die in 1066, meen ik, met de Battle van Hastings, die is wel een beroemde slag. Toen is die William de Conqueror is toen naar Engeland overgezeild.
En die is daar toen koning geworden, nota bene, van Engeland. Maar goed, hij kiest dus zijn voornaam komt ergens vandaan en zijn achternaam komt weer ergens anders vandaan. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Maar het is allemaal heel boeiend en heel interessant. En ik hoop dat ik gelijk krijg, dat ik het goed zie. Het zou wel leuk zijn dat er iets komt wat de goede richting opgaat. Dat zou al helemaal geweldig zijn. Ja. Maar het kan veranderen. En Engeland blijft natuurlijk een koningsland. Dus ja, heel veel mensen hebben totaal geen idee wat er achter de schermen daar is gebeurd. Dat gaan we hier ook niet verder uitweiden. Kunnen we het zelf mensen ook opzoeken. Heb je nog meer iets over Fries Henry de Conqueror? Zijn er nog misschien bijvoorbeeld interessante dingen over hem te vinden? Of wat hij... heb je nog iets bijzonders daarover? Ja, even zien. Nou, kijk, nog even doorgaan tot die naam. Henry, zo gaat hij zich waarschijnlijk dus noemen. Maar Henry is ook weer een... kijk, hij heeft natuurlijk een broer. Hè? Harry, jongere broer van hem, heet Harry. Maar die heeft als doopnaam Henry. Dus Harry heeft als doopnaam Henry. Je had het net over Diana Spencer. Die heeft dus een keer tegen haar zonen gezegd. En dan met name aan Harry, tegen Harry. Dat ze het heel spijtig en heel triest vond eigenlijk. Dat hij nooit koning zou worden. Want hij is natuurlijk tweede in rang. Hè? Dus eerst, okay. Kijk, William is troonopvolger, maar Harry niet. Hè? Plus dat Harry dus nog niet zo lang geleden, vorig jaar meen ik, ook een biografie heeft, een autobiografie heeft geschreven. En die had hij genoemd in het Engels spare. En een spare is een reserveonderdeel. Dus Harry voelt zich tweede in rang, maar ook een soort reserveonderdeel voor zijn oudere broer, die de troonopvolger wordt. Wat gaat William nou zeggen? Oké, Harry, ik kies jouw doopnaam. Als eerste naam, veilig, als voornaam. Omdat je moeder dat gezegd heeft. Hè? En omdat je je eigenlijk tweede rang voelt, feitelijk, kies ik jouw doopnaam als eerste naam, als voornaam. Oké. Dat is één. En dan dat de conqueror, dus de veroveraar, dat heeft hij dan weer van zijn... van een van zijn voorvaderen. En die heette William the Conqueror. Snap je? Dus op die manier wordt die naam dus samengesteld. Nou ja, dat is allemaal heel erg leuk en aardig. Maar het belangrijkste is dat hij dus de eerste wereldleider wordt. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, ja, dat moeten we zien natuurlijk. Dat zijn allemaal hele grote gebeurtenissen, oorlog en ik noem maar op. Het zal hem ook niet, het zal ook heel lang duren waarschijnlijk voordat hij dat heeft bereikt. Ja, ik denk dat het een aantal jaren zal duren. Maar uiteindelijk wordt hij dus niet autocratisch wereldleider. Wil je mee zoals het altijd is geweest, maar een hele nieuwe, frisse look, ja, maar dan voor de mensen, voor we the people. Hij is, het is een echte mensenmens, hè? Het is iemand die graag mensen die hulp nodig hebben, helpt ook. Dat heeft hij dan weer van zijn moeder geërfd waarschijnlijk, want Diana deed dat ook, hè?
Iedereen die het moeilijk had, daar had ze wel een goed woord voor. En die probeerde ze te helpen. Nou, dat heeft William heeft dat ook. William Mountbatten heeft dat ook. Dus ja. In die zin, ja, het zal moeten groeien. Maar hij, ik vermoed dat hij het wel redt. En dat hij het op die manier dus naar buiten gaat brengen, feitelijk. Oké, okay. Interessant. Albert, hartstikke leuk. Ja, zo kennen we wel, hè? Zo kennen we dat helemaal uitpluizen natuurlijk. Het is in ieder geval gelukkig gelukt ook allemaal met de uitzending. Wel een keertje via Telegram, maar dat maakt niet uit. Er is altijd een stok achter de deur. Ik vond het zeer interessant in ieder geval. Mijn vraag is aan jou. Zou je het een keertje leuk vinden om wat meer hier in de toekomst over te vertellen? En dat doe ik dan net zo'n keertje via Telegram. Weet je wel. Dan ga ik je er doorheen weer loodsen. En dan met beeld. Zullen we dat de volgende keer proberen? Nou, dat gaan we gewoon doen. Gaan we gewoon doen. Als je dat leuk vindt. Je bent het zeker van harte welkom. Zeer interessant. En vooral als je iets hebt over geschiedenis. Is het ook leuk om dat met de mensen te delen. Ja, want zeker. Ik word er ook wijzer van. Iedereen wordt er wijzer van. Dus het is altijd interessant om die verhalen die jij ontdekt hebt aan de mensen te vertellen. Zeker weten. En daar maak ik een boek van. Daar maak ik ook weer een boek van. Vind ik leuk. Vind ik gewoon leuk. Vind ik gewoon leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik hou van schrijven, hè, maar ik vind het ook leuk. Ook, ik hou er ook van om zo'n boek fysiek in handen te hebben. Hè, ja. En het te kunnen lezen ook. Ja, absoluut. Heb je dan nog wel tijd voor je partner? Nauwelijks. Nauwelijks. Nee, dat. Ja. Minder natuurlijk. Ja, ik schrijf gewoon graag. Dat staat gewoon bovenaan. Op mijn verlanglijstje, elke keer als ik dan 's morgens wakker word, dan kruip ik meteen achter de pc. En dan. Eet u dan nog wel tussendoor? Hè? Eet u dan nog wel tussendoor? Ja, dat wel. Ja. Lekker kopje thee, kopje koffie. En dan ga ik eventjes de chat in van de Bataafse Leeuw natuurlijk. Hè? Want dat hoort er dan ook bij. En dan, schrijf ik weer een pagina en dan ga ik weer wat anders doen. Dus zo zien mijn dagen eruit. Ik ben mijn pensioen natuurlijk. En ik heb tijd voor mezelf, ik heb alle tijd. En daar maak ik dankbaar gebruik van. Heeft u nog na uw moeilijke periode nog gewerkt? Ja. Wat heeft u gedaan? Ik heb in de particuliere thuisverpleging gewerkt. Als ZZP'er. Oké. Heeft u daar nog iets leuks meegemaakt? Nou, ja. Tuurlijk. Ik kan nou geen details vertellen hoor. Maar ik. Ook. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik. Misschien kies ik gewoon het moeilijkste van het moeilijkste. Maar ik zat dus in de terminale zorg. Hè? Dus. Oké. Dat is natuurlijk niet leuk of gezellig. Of zo. Ja, het was wel gezellig. Maar al die mensen die gingen dus. Die overleden. Hè? Terwijl ik ze verzorgde, feitelijk. Dat heb ik nog wel een jaar of 7, 8 gedaan, denk ik. Zo. En toen. En daarna ben ik. Met vervroegd pensioen ook nog gegaan. Ja. Het is wel dankbaar werk, hè, Albert? Zeker weten. Absoluut. Ja. Ja. Het is wel het laatste stukje wat je voor de familie kan doen. Ja, zeker. En dat heb ik ook gedaan. En natuurlijk heb ik ook leuke dingen meegemaakt. Zoals was een vrouw in Oosterbeek, meen ik. Die zat bij een toneelvereniging. En toen hebben ze daar dus in haar huis, in de huiskamer, waar zij dus in bed lag, terminaal, hebben ze dus een toneelstuk opgevoerd, feitelijk.
Ja, dat Oké. was gewoon, weet je wel, dat zijn van die leuke dingen, die maak je gewoon mee. En is gewoon heel gezellig, kon het ook wel zijn, hoor. Absoluut. Ja. Ik koop voor ze en ik deed hun alles. Dus ja, daar heb ik wel hele goede herinneringen aan. Ja. Oké. Ja. Mooi. Heel mooi. Ja, beste mensen. Ik vind het hartstikke leuk, Albert. Ik ga altijd zeggen, ik heb altijd de beginvraag en een eindvraag. Mijn Ja. vraag is aan u: wat wilt u aan de mensen meegeven die naar dit programma kijken? Een mooi Ja, slotwoord. ik zou heel graag willen dat het onrecht, wat dus eigenlijk pijnlijk ons allemaal wordt aangedaan, dat wordt opgelost, dat dat verdwijnt. Ik wil dat mensen in vrede leven, hè? En dat ze gelukkig zijn. Ja, het zijn eigenlijk hele simpele dingen, maar tegenwoordig is dat lastig om daaraan te komen, feitelijk, om dat te bereiken, bedoel ik. Dus, maar dat wil ik eigenlijk. Dat wil ik eigenlijk. Ik wil gewoon dat iedereen in vrede met elkaar omgaat. En nou ja, ik hoop dat dit programma daar ook een bijdrage aan kan leveren. En Absoluut. misschien ook wel. Ja, de verhalen die ik schrijf en natuurlijk met name het verhaal van Joost Knevel. Ja, Ja. dat moet nou eindelijk eens een keer aan het licht komen en worden opgelost. Vind je niet? Dat moet toch kunnen, Absoluut. zeg. Schiet toch op. Dus dat is eigenlijk wat ik Hele. wil. Ja, dat is. Ja. Ja, dan En het probeer mag ik. best wat. Het mag best wel wat pittiger, zeg maar, de nieuwsberichten. Weet Ja, je het wel, is dat het. een beetje stil nou, hè. Iedereen zit te wachten op, ja, waarop eigenlijk? De volgende lockdown of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, Nee. ik hoop gewoon dat het snel is opgelost en snel ten goede keert, eigenlijk. Dat is mijn grootste wens. Ja. En niet alleen voor mezelf hoor, maar gewoon voor iedereen, feitelijk. Ja. Hartstikke dankjewel, Albert. Mooi. Mooie woorden. Ja, beste mensen, ik wil nog even wat aangeven. En beste mensen, Albert van Duin vandaag in de uitzending. Super, super leuk. Met een heel bijzonder verhaal. En soms ook met een triestige van zaken, maar ook mooie verhalen. Een bijzondere man. Hij komt, als hij wil, volgende keer terug. Ik hoop dat jullie deze uitzending ook zeer waarderen. Deel, like deze video. Abonneer je op onze YouTube-kanaal. En laten we met z'n allen People United groot maken. People United staat voor Unity is the only way. Samen doen het, samen verenigen. We doen het met z'n allen. En als we met z'n allen de schouders onder zetten en positief in het leven gaan staan. Ondanks de trieste verhalen en ook om elkaar geven en elkaar bewust ondersteunen, dan komt het allemaal goed. Ja, Oké. Albert, ik wil je nogmaals super bedanken voor jou, voor onze bijzondere avond. Ja. Ja, het begon heel erg bijzonder en het eindigt nu perfect. Dus beter kunnen we het niet maken. Ja, mensen, terwijl je deze uitzending kijkt vandaag, of wanneer je dit ook kijkt, je kan tot aanstaande maandag kunnen jullie een vraag stellen aan mijn volgende gast. En die ga ik aankondigen natuurlijk, want op de website staat die al vermeld. Ik krijg in onze uitzending Marijn Poels. En Marijn Poels is een documentairemaker en die heel veel documentaires maakt en heeft gemaakt. En hij komt vertellen over de Primeval Code. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus je kan tot en met aanstaande maandag
Nou, weet je, dinsdagavond tot een uur of zes kan je je vraag doorsturen. Dus heb je een vraag aan Marijn Poels, stel hem gerust. Mail het ook via de contactformulier van onze website www.peopleunited2022.com. En druk op het contactformulier, stuur mij een mailtje. En je krijgt de kans om Marijn Poels een mooie vraag te stellen. Ja, beste mensen, Albert, jij ook ontzettend bedankt dat je bent geweest. Dit keer niet in beeld, volgende keer hopelijk wel. Ja. Ik had mijn haar Maar al je goed bent geweest. gedaan. Ik had mijn haar al goed Wie? gedaan. Ik ook. Hey, heel erg Ik bedankt, weet. Danny, voor je Ja, is uitnodiging. goed. Ik Graag vond het gedaan. Ik vond het ook zeker leuk. onderwerp is wel zwaar, maar ik vond het toch gezellig. Dat is ook Vond belangrijk. En ik hoop dat de kijkers ook naar aanleiding van deze uitzending ook gaan kijken op Amazon en het boek van De Rode opzoeken. En welke nog meer, beste Albert, welke boeken zullen meer van Ja, jou. de kronieken van Henry the Conqueror. Daar heb ik er ook twee delen van nu. Die heb ik dus op Amazon gezet. Ja. Oké, Ook, ik dus ik promote wil, deze. mag ik nog één ding zeggen? Ik Ja, dat mag. heb nu mijn echte naam gebruikt. Maar ik heb dus op in de chat van de Bataafse Leeuw heb ik een pseudoniem. Hè? Ik heb een schuilnaam. Goed zo. Ik weet niet of je die al gezien hebt, maar die staat Nee. bovenaan. Die staat bovenaan van de namen. Zie je hem staan? Ja, ik heb wel niet gekeken. Ik ga eens even. Daar staat bovenaan staat Keir van Dooi. En dat is mijn schuilnaam. Op de chat van de Bataafse Leeuw. Oké. Is Oké. een Keltische naam. Ah. Ik ga nou niet vertellen hoe ik daar aangekomen ben, want dat gaat te ver, denk ik. Maar in ieder geval, daar kunnen ze dus, met die naam kunnen ze dus vragen stellen. Mocht het publiek dat, of de toehoorder dat willen, dan kunnen ze dus op Oké. Keir van Dooi kunnen ze dus benaderen. En dat ben ik. Oké. Nou, weet je wat? Stuurt u mij dat maar in een pb naar mij toe. Dan hoef ik dit niet te spellen. Nee, Nee. dat is goed, Albert. Dat komt goed. Ik zal ook de Telegram-groep van de Bataafse Leeuw erbij zetten. Onder de comments. Dat is ook leuk voor die groep. Wil Ja. je daar aansluiten en zit je op Telegram of wil je op Telegram? People United is dus te volgen. De Bataafse Leeuw is te volgen op Telegram. Dus wat dat betreft doen we dat ook gewoon. Lieve mensen, beste kijkers, ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Albert, nogmaals, super bedankt. Graag gedaan en we zien elkaar nader. Hoi hoi. Oké, tot horens. Doei doei. Doei.